nou zullen we nog eens kijken of je die lust. Lekkere toeter. De meid van Herman Heijmans is een komedie van de haat. Geschreven in 1905. De meid gaat over een mevrouw en een meneer. En meneer is op zakenreis voor 4 maanden en in die tijd gaat mevrouw vreemd. Dat wordt ontdekt door de meid. En die gaat haar chanteren met dit gegeven. Het is maar goed dat mijn geheugen zo kuduk wordt. Of wou je? De anekdote gaat over liegen en bedriegen. En dat is eigenlijk wat een toneelspeler altijd doet. En dat willen wij ook laten zien. En daarom zie je niet alleen het toneel, maar ook de coulissen. Ook de voorbereidingen van de acteurs. Van onderen! Daar komt de sleutel! Hartelijk gefeliciteerd en nog veel jaren. En dat is van ons. We willen heel erg graag een eerbetoon geven met het spelen van de meid aan de toneelschrijver Heijmans. Want die heeft prachtige toneelstukken geschreven. En in een prachtige taal, vaak een straattaal van toen. En zo heeft hij het ook opgeschreven. En zo spelen wij het ook. Helemaal. Mooie meisjes zijn 10 grote stappen nemen. Wat is hier aan de hand? Wat is dit nu? Wat of dat is, meneer? Ik ben jarig. Mevrouw weet ervan. Ik hoop dat als mensen het zien, dat ze niet alleen een hele leuke en vermakelijke avond hebben, maar ook dat ze een inzicht krijgen in wat het toneelspelen vraagt. Wat toneelspelen is. En wat de kracht van het geloven in de leugen is. Kun jij niet kloppen? Krijgen klopt, meneer. Ik kom wel vriendelijk thuis. Ik kwam een sessie halen. Hoe komt mijn schrijfbureau open? Weet ik dat. Dan is het eerst dat ik het zie, dan heet mevrouw. Kom niet zo als je in huis bent. Een sessie. Ik kan moeite om me goed te houden. Om het te kieken. Get it, get it, get it.